Weet jij waar de grote multinationals belasting betalen? Soms hier, soms daar, soms helemaal niet. Kijk, ik kan inzoomen. Kijk, ik kan inzoomen. Net als Mr. Bean. Hey Ronald, want ik heb een geweldig idee. Ja? Ik kwam namelijk zeg maar een filmpje tegen op het internet. Wat is dit nou weer dan? Nou kijk, dit is een filmpje van een meisje. Maar dat meisje gaat iets doen. Ze gaat slijm maken. Ja, maar het staat hier stiekem. Stiekem? Ja, ik wil ook stiekem slijm maken, Ronald. Mag dat wel van je ouders? Ik weet niet of dat mag, Ronald. Maar wat we kunnen doen, is dat we het stiekem gaan doen. Stiekem. Dus dat je ouders er niet achter komen. Dat klinkt als een plan. Maar ik wil even kijken hoe zij dat doen, want ik wil niet fout doen, Ronald. Speel hem even af. Daar ga ik stiekem slijm maken. Stiekem. Wow, what the fuck? Ja, zo stiekem. Maar kijk, ik ga zeggen, ik heb gezegd aan mijn ouders dat ik slijm ga maken in de keuken. Wat is dit? In de keuken? Maar ik wil niet in de keuken. Ja, maar... Ik ga slijm maken op de grond. Oh my op God. De grond! Nee. Op de grond, Ronald! Nee. Oh, nee, dit kan echt niet! Zullen we slijm maken? Ja, laten we gewoon slijm maken. Wel stiekem. Wel stiekem, ja. Laten we gaan. Oh, kijk Ronald. Hier heb ik al allemaal spullen voor het slijm. Alsjeblieft. Oké. Okay. Ja, we gaan. Dat is geen goed voorbeeld, Ronald! Ben je er nog? Hey. Alles goed? Nee man. Gaan we het op de grond maken? Ja, we gaan het op de grond doen. Wel stiekem. Oké. Ik weet alleen niet of mijn moeder ook nou hier beneden is. Oh, ik hoor mijn moeder bellen. We moeten stil zijn, ze mag niks doorhebben. Stel, verstop het achter je rug. Daar zit mijn moeder. Verstop het, Ronald. Ze is zwanger. Oké, het is zwanger. Het wordt een dochtertje. Het wordt een dochter. Oké, Oké, we gaan wel naar buiten. Komt helemaal goed. Ja, ik wil geen ruzie met jou. Het zijn lieve dames. Ze mag me altijd. Het zijn lieve dames, zei je dat nou? Het zijn lieve dame. Dames, zei je. Ik zei dame. Je zei dames. Je hebt lieve moeders, man. Je hebt lieve moeders. We gaan het hierop doen, op deze doos. Dat is toch best wel een goed idee? Deze doos. Ja. Toch? Ja, hij is goed. Dat is een mooie doos, hè? Ja, hij klinkt ook zo lekker zo. Wij moeten als eerst lijm op de doos doen. Weet je wat dit? Ja, ja, precies dat. En dan moeten we met elke fucking lijmbus doen. Hoor. Dat is wel een heel groot kwakkie. Oh jezus, dat is meer dan ik dacht. Kut, en ik heb nog zoveel. Het stinkt zo, ik raak nu al high, man. Oh my god. God, Ronald. Gaat je moeder nu boos worden? Nu wordt ze boos. Dit is al een best wel grote kloller. Stop je gezicht erin. Die is gek. Maar is al wit genoeg, hè? Oh dit is zo, als je dit zeg maar echt in slow motion zo doet, dan is het zo satisfying. Kun je dat doen? Ik ga het doen. Moeten we even met een nieuwe doen. En dit wordt slijm? Dit moet uiteindelijk slijm worden. Hebben we ook vloeistof? Kunnen we straks limonade erin gooien? Ik denk dat we wel limonade of zo hebben voor een kleurtje. Of verprutsen we dan? Ik weet niet of we dan verprutsen, maar dat zien we dan wel. Laten we eerst het slijm proberen te maken. Als dat niet satisfying was, dan weet ik het ook niet meer hoor. Holy poepies. Straks gaat het hier overheen. We moeten iets. Ik heb een idee. We doen. Het is lijm. Even zo. Het is lijm. En we doen het op karton trouwens. Ik weet niet of dit heel slim is hoor. We moeten het op de grond doen. Ja, maar. Maar wij zijn niet zo ervaren als ik weet niet hoe ze heet. We zijn niet zo ervaren, hè? Nee, we zijn inderdaad niet zo ervaren. Godverdomme. Maar wat is dan nu de bedoeling dan? Volgens mij... Scheerschuim. Oh, wat? Oh my god.
Je moet het ook anders doen. Oh, wacht, kijk, het werkt. Oh my god, wat is dit voor laag? Dit is al slijm. Hey, we hebben het gehad. We hebben slijm. Dit ziet er legit uit als slijm. Oké, voor mij moeten we nu mixen. Kunnen we dat niet met de handen doen? Nee, daar hebben we echt zo'n lepel voor nodig. Anders gaan onze handen helemaal vies en daar heb ik echt geen zin in. Zie je, het is al slijm. Het begint al slijm te worden. Oh my god, dit werkt. Beter werkt het wel, hé. Dit is zo... Het begint... Oh my god, kijk dit, het begint echt te werken. Holy shit. Hoeveel moet er overheen? Ik weet niet, voor mij niet heel veel. Gewoon een beetje. Oké, stop. Anders wordt het straks te drapperig of zo. Wat als ik het nu heb verprutst? Beter heb je het niet verprutst, Ronald. Ik denk dat we meer scheerschuim nodig hebben. Nee, meer lijm hebben denk ik nodig, hè? Dan zie ik dit. Oh my god. Het werkt. Ja, ik kan. Het werkt. Roeren, Ronald. Kom op. Hell ja. Vind je dit lekker? Ja, kartonnen. Ja. Was dit trouwens echt een kut video? We gaan straks een sneeuwpop maken. Laten we een sneeuwpop ervan maken. Ja. Maar eerst moeten we slijm finishen. Dude! Ja, het was net zoals gisteravond hoor. Wat? Man, het lijkt op kauwgom. Ja, het lijkt inderdaad op kauwgom. Oh. Lik. Nee, Ronald, lik het. Heb je nou echt gelikt? Het begint echt. Eén ding. What the fuck? Het begint echt één ding te worden. Oh my god. Oh, het is een suikerspin. Het is een suikerspin. Wil je een happy? Ik wil meer. Ja, ik wil ook meer. Maar hoe kunnen we... Oh. Dit is echt één grote kauwgombal gewoon. Oh my god, ik kan het vasthouden. Oh nee. Fuck, ik kan het niet vasthouden. Het is echt één grote toverbal. Maar moet het ook nog in de koelkast of zo even staan? Of dat het zeg maar een beetje hard wordt? Of zo? Hoe deed zij het dan? Ja, dat weet ik niet. Dat hebben we niet gekeken. Moeten we snel kijken? Ja, dan moeten we even... Zullen we even snel kijken hoe zij dat deed? Ja. Oké, let's go. Dit moet ik elke dag doen, hè? Twee fucking trappen omhoog. Pascal. Dude! Doe wat aan je conditie! Zeg, luister, dan komt hij nu. Ja, maar dat doet mij niet. What the fuck? Heeft hij in de koelkast gedaan? Nee. Ze heeft het niet in de koelkast gedaan. We moeten het in onze handen en dan moeten we het zo fijn maken. Ja, maar we moeten ook nog limonade erin gooien. Ja, maar we gaan het eerst fijn maken en dan komt limonade. Ja, dan doen we de kleurstof. Oké, go. Team Coco shit. Kijk eens naar je shirt. Het moest. Ik ben gewoon van Team Kevin of je nou wil of niet. Ronald. Help! Help me! Je lijkt me op die hond van Family Guy. Oh. Wat vind je ervan? Nou, dit is... Dit moet slijm voorstellen. Oh, kijk hoe schoon mijn handen worden. Oké, ze worden ook een beetje vies. Hij maakt geluidjes. Oh my god. Wat vind je ervan? Ik vind hem mooi. Look at that! Zie je? Het lijkt op zo'n hangende balzak. Is het ook wel een beetje. Hoe oud ben jij? Oh shit! Ja, dit is dus wat gebeurt als je ouder wordt voor de jongens. Dan gebeurt dit. Elk jaar dat je ouder wordt, gaat hij een stukje verder. En bij de vrouwen? En bij de vrouwen, precies hetzelfde. Wacht, ja. We moeten nog Ranja doorheen doen, hè? We moeten nog Ranja doorheen doen. We willen een kleurtje. Ik denk dat dit het wel verprutst. Ik denk het ook. Laten we eerst een sneeuwpop maken, oké? En dan gaan we de Ranja doorheen doen. Kijk, zo doe je dat. Omdat het altijd sneeuwt in Friesland, weet ik hoe je een sneeuwpop maakt. Dus dit is een sneeuwpop in Friesland? Ja, als je aan het smelten is. Kijk. Dit is wel heel satisfying trouwens. Kijk hem smelten. Heb ik shit op mijn gezicht? Je hebt allemaal shit op je gezicht. En het is gewoon helemaal niks. Het is gewoon een gat. Oh, dit is zo satisfying. Holy shit. Kijk dit. Ronald, dit is zo cool. Ja? Ja, Ronald, kom. Is mijn gezicht al wat minder wit?
Je gezicht is nog steeds lelijk, maar wel minder. Nee, er zitten nog wel vlekjes. Maar! Daar ben je kin. Het voelt echt gewoon super lekker. Lekker, hè? Zullen we een tekening in maken? Ja, laten we dat doen. Oké, maak maar een tekening, Ronald. Maak je mooiste kunst. Oké. Ja, ben je er klaar voor? Ja. Dit zijn de poten. Dit is Coco. Ja, ik snap hem. Je hebt een lelijk ding getekend, dus het is Coco. Ik snap hem. Lekker bezig. Team Kevin, boys and girls. Team Kevin. Ik heb een idee. Oké. Nee, niet daar. Ronald. Je hebt hem op de grond met allemaal steentjes en zand. Als hij nu smeert. Ronald! Nee! Je hebt hem nu echt verpest! Ronald, nee! Nee! Je hebt hem zo verpest! Dang it, Ronald! Niet te veel. Ronald, niet te veel, niet te veel. Dit is niet te veel! Je wilt toch een kleurtje? Nu krijg je zo'n regenboog-effect. Kijk, en dan gaan we het nu weer mengen. Je hebt het echt verneukt. Mijn broek! Ah, dit voelt zo naar in één keer. Ronald, ik denk dat we gewoon verpest nu. Hoe is het? Hij zit hier bij je hand. Nog wat te zeggen? Ja. Wil jij nog meer slijm? Of heb jij tips hoe wij een ander kleurtje kunnen geven? Laat dat achter